We hebben bij de Horecava de Innovatie Award gezien. Michiel van Noord is daar de juryvoorzitter voor het digitale gedeelte. Wat zijn de innovaties die hem zijn opgevallen? Wat zijn de trends dit jaar? We zien met name dat nieuwe technologieën die voorheen nog niet betaalbaar waren voor het brede publiek, toegepast worden naar hele simpele klantoplossingen. Denk aan augmented reality, om storingen te kunnen voorzien of verhelpen in... Ja, ik kan knippen, hè? Nee. Dat is jammer. om storingen te kunnen verhelpen in bijvoorbeeld vaatwasmachine. Ja, even nog even over. Michiel, wat zijn de nieuwe trends vandaag? We zien met name dat nieuwe ontwikkelingen die voorheen nog niet goed toepasbaar konden zijn voor een breed publiek, omdat daar heel veel kosten bij aan verwant waren, zoals augmented reality, nu heel makkelijk ontsloten worden in bijvoorbeeld hulpapplicaties voor vaatwasmachines. Ja, of inderdaad schoonmaakmiddelen bijvullen. Exact, daar zie je dat als eerste terugkomen. Maar ook inderdaad technologie toepassen die in de horeca met name bij kleine zelfstandige ondernemingen, zoals bed and breakfast technologie. De winnaar van de publieksprijs, hè? Die heeft een heel mooi platform voor kleine hotels voor €100 per maand. En dat is gewoon dan nu standaard. Exact, dus eigenlijk bestaande technologie toepasbaar maken voor een nieuwe doelgroep. Ja, want de horeca is niet altijd de eerste die met nieuwe dingen komt. Wat is de overal winnaar geworden dit jaar van de mobiele apps, zeg maar? Dat is Shift Happens geworden. Eigenlijk een oplossing voor ondernemers die altijd zitten te klunzen met het roosteren van mensen en communiceren met hun medewerkers. Ik heb het geïnterviewd, hartstikke leuk. Nog andere dingen die je interessant vond dit jaar? Heel veel. Moet ik je eentje opnoemen? Ja, noem er nog maar een paar. Nou, dat vind ik erg lastig nu even om na te denken. Lekker aan tafel is de laatste genomineerde. En dat is eigenlijk een marktplaats voor producenten van lokale producten, wat natuurlijk hot is in de horeca, en die kunnen ze via die marktplaats aanbieden aan afnemers. En dat zijn de restaurants van deze wereld. Hey, alles met sociale media, op gebied van Facebook, eigenlijk iedereen is alleen maar met mobiel bezig als consument, daar zie ik niet zoveel. Dat klopt, dat is met name vanuit de klant gericht. En we kijken bij de horeca van de Facebook ook echt naar wat heeft het voor meerwaarde van ondernemer. En uiteindelijk, wat levert het op? En heel veel van dit soort klantgerichte applicaties, die zijn met name gericht op kortingen en op dat soort... Loyaliteit en dat soort zaken, ja. Hey, volgend jaar, denk je, gaat het komende jaren meer worden, die digitale innovatie? Ik denk het wel, absoluut. Ja. Dan wachten we daarop, dank je.